Het is eigenlijk een theatervoorstelling met muziek die verbindt. En daarin zijn wij als uitgangspunt hebben wij genomen de muziek die ons bindt, maar ook de muziek die ons aan deze tijd bindt. En wij gaan vooral ook op zoek naar de verbinding met het publiek. We hebben gemerkt dat muziek voor ons allebei in deze tijd een enorm grote rol heeft gespeeld. Maar ook bij mensen met wie ik spreek, wiens bruiloft bijvoorbeeld niet is doorgegaan en die toch dat bepaalde nummer wilde horen. Muziek is zo verweven in ons leven en wij zijn een soort van, ja, een soort van bindende factor. Ja, bindende factor. Nou ja, het is je zegt dat wel mooi, ook omdat toen we hiermee begonnen, toen dachten we, nou, we gaan liedjes spelen die we zelf heel mooi vinden. En dan gingen we inderdaad zoeken naar liedjes. Wat zijn dat dan voor liedjes? En dat bleken liedjes te zijn die ons verbinden aan onze kinderen. Of aan onze ouders. In mijn geval die er niet meer zijn, bij jou gelukkig nog wel. En dan dat was die. Want ja, die hele tijd, de afgelopen periode, ging toch ook gewoon heel erg over dat soort zaken. Over je ouders, je kinderen, je opa en oma, vrienden. Jaar geleden, ook in zo'n vergelijkbare mooie ontzetting, was met Beauty and the Beast. Ze hebben we elkaar leren kennen in de cast. En toen zijn we eigenlijk hele goede vrienden geworden. Meteen? Nou, niet meteen. Nee, we waren niet meteen goede vrienden. Nee, we waren niet meteen. Nee, daarvoor moesten we eerst gewoon een beetje toeren met elkaar leren kennen. Ja. Maar en daarna zijn we heel goede vrienden geworden. Doordat je elkaar natuurlijk al een hele tijd kent, deel je ook veel meer dan alleen maar. We hebben het ontzettend vaak over muziek en als je dan zo heel veel carpoolt, dan ga je elkaar hele leuke, mooie nieuwe nummers laten luisteren. Daardoor ken je elkaar gewoon op een totaal andere manier. Waardoor het dat ons programma nu ook gewoon een weerspiegeling is van wie wij beiden zijn, zonder pruik of rol of script. Dat uitzicht bijvoorbeeld in dat jij aan het hardlopen bent vanochtend op het strand en dan tijdens het hardlopen een voice memo naar mij inspreekt van misschien is dit ook een goed idee om het zo te gaan doen. Dus je bent continu met elkaar alleen maar bezig met creëren en maken, zeg maar. En met elk idee is leuk en dan gaan we kijken en dan zien we wel of het werkt of niet. Ja. Dit was ergens, dit was iemand. Dit was ooit eens ver van hier. Groene heuvels strak omlijnd door hemelsblauw. Maar helaas herken ik niemand. Zoveel foto's op papier en dit alles vervaagt naast jou. Bij die aanblik moest ik slikken, ik zag meer dan ik verdien. Ik zag de wereld ongerept voor dag en dag. Gefixeerde ogenblikken, maar nu alles is gezien, blijkt dit alles vervaagd. Ja.
dit alles vervaagt, dit alles vervaagt, dit alles vervaagt naast jou. Ik ben altijd, waak er altijd een beetje voor om dan te zeggen van, oh, dit is nu heel bevrijdend, want ik voelde me altijd heel erg geknecht. Dat heb ik helemaal niet. Het is heel fijn en bevrijdend om in een tijd waarin je eigenlijk dacht misschien niet zoveel te kunnen, juist opeens wel heel veel te kunnen, alleen op een andere manier. Dat vind ik er heel bevrijdend en fijn aan. En al helemaal met mensen, ook Ingmar in de band met pedalsteel en harmonium en gitaar en Bernd van der Bos op piano, is dat je met een club met elkaar het echt kan maken. En dat je, ik vind het proces zelf heel open creatief, dat merk ik heel erg aan. Omdat we elkaar goed kennen, dat elk idee wordt geprobeerd en niet van tevoren al afgeserveerd. Maar er wordt ook gewoon gezegd van nee, dit werkt niet, dit moeten we niet doen. En in deze tijd is het ook gewoon een uitdaging. En gewoon, ik heb besloten dat dit echt de grootste uitdaging is van mij, van al die maanden bij elkaar. Dus ja. wij willen iets nieuws en wij gaan dit proberen. Het vuur smult nog wat na. Niemand heeft zin om het te doven. De muzikanten bergen hun instrumenten op. En wij, we gaan naar binnen. En we neurien de melodieën, want die zijn niet zomaar weg. Dit waren Brigitte Heitzer en René van Koten in Tiny Concert in Droompark De Zanding.